menthol, dus in je mond, zeg maar. Dat geeft eigenlijk alleen een sensatie van koeling, maar het koelt niet echt. Maar alleen dat kan al de prestatie verbeteren. Dus die mentale component is toch ook wel heel belangrijk. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren in de warmte met tips van bewegingswetenschapper Puk Alkemade. Hittegolven en tropische temperaturen lijken steeds normaler te worden. Het sportende lichaam moet hiermee omzien te gaan. Waarom lukt het de ene sporter ogenschijnlijk beter dan de andere? En kan iedereen leren presteren in de warmte? We vragen het onze special guest en kersverse dokter in de bewegingswetenschappen, Puk Alkemade. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Hey Gerrit. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, het zijn drukke, hectische weken. Wij maken ons op voor weer een weekend Xterra Ameland, Dam tot Damloop. Maar eerst maar eens even deze vrijdagochtend de wetenschap in. Ja. We gaan het hebben over sporten in de warmte. Nou, een beetje op het randje van de zomer, maar anders zijn we in ieder geval komt tijd maar erbij. Komt er een mooie nazomer aan. Voor de volgende zomer, ja. En dat doen we deze week eens weer eens niet met z'n tweeën, maar met een leuke gast. Ze is al virtueel bij ons. Puk, goedemorgen. Goedemorgen, Puk. Hey, welkom in de Slimmer Presteren podcast. Kersverse dokter in de wetenschappen. Je zegt al dokter, maar doctor, hè? Dat is wel doctor, even... hè? Sorry, ja. Doctor, gepromoveerd dus. Ja. Onlangs gepromoveerd bewegingswetenschappen. In juni op de VU. Ja. Bij Hein Daanen. Ja. Dat is toch wel de thermofysioloog van Nederland. En dan noem ik meteen denk ik Thijs IJsvogels erbij. Daar heb je ook veel onderzoek mee gedaan. Oké. Okay. Die hebben natuurlijk gesproken over het sporthart onder andere. Ja, eerder in de aflevering. Maar doet ook heel veel over het gebied van warmte. Presteren in de warmte. En betrokken geweest. Thermo Tokyo is het grote project om alle Nederlandse sporters klaar te maken voor de hitte destijds in Tokio tijdens de Olympische Spelen. En daar, Puk heeft daar onder andere onderzoek ook voor gedaan. Ja, en, dat is een mooi haakje. En wat maakt er nog meer dat je zei, we moeten Puk Alkemade hebben? Nou, mede ook omdat het, ik keek even naar de subtitel van het proefschrift. Ja. En daar wat One Size Does Not Fit All. Nou, dat is wel interessant, omdat wij al zien van, jij en ik zijn al verschillend in de manier waarop wij sporten. En misschien ook wel hoe wij omgaan met de hitte. Ik ben er een die altijd zegt, ik heb er niet zoveel last van. Anderen hoor ik vaak klagen van, Jezus, is het weer zo warm. En ik denk dat het wel interessant is om daar achter te komen van, waar zitten die verschillen? En heeft dat ook consequenties voor uiteindelijk? Het sporten in de warmte voor de verschillende recreatieve sporters die naar de podcast luisteren. Ja, precies. We hebben natuurlijk al wel vaker over hitte gehad hier in de podcast. Onder andere aflevering 19, al bijna drie jaar geleden. We hebben over het effect van kou en warmte gehad. We hebben een speciale slimmer presteren sportlab gemaakt over de core sensor. Leuk haakje. Ja. Begrijp Puk dat jij daar net bent gaan werken, toch? Over 2 weken begin ik precies, precies. Maar dat was dan, dat is meer toeval eigenlijk. Ja. Dus we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag, wat gebeurt er eigenlijk in je lichaam als je moet presteren in de hitte? Een stukje basisfysiologie. En dan maar eens aan de hand van jouw bevindingen, Puk, op zoek naar, oké, en wat voor maatregelen kunnen we dan nemen? En hopelijk dan uiteindelijk eindigen met een aantal concrete do's en don'ts. Ja.
kan niet nalaten om hier heel even te haken naar een aflevering die we nog voor de zomer maakten, waar we toch ook veel reacties over gehad hebben. Over het al dan niet stilleggen van wedstrijden bij hitte. Laat ik hier maar even zeggen, wat mij betreft gaan we die discussie hier niet over doen, maar gaan we gewoon kijken wat je als atleet met hitte moet doen. Ja. Toch? Dus Puk, zullen we maar eens bij het begin beginnen? Even ook om jou als promovendus beter te leren kennen en dan naar de basisfysiologie. Waar heb jij specifiek onderzoek naar gedaan? Ja, dat is een hele grote vraag als je promoveert. Maar als je dat kort moet samenvatten. Ik heb dus onderzoek gedaan naar inspanning in de hitte. Wat dat doet met het lichaam en eigenlijk ook hoe je daar zo goed mogelijk mee om kan gaan. Dus hitteacclimatisatie en koelingsstrategieën. Dat hebben we gedaan bij allerlei verschillende soorten sporters. Dus recreatieve sporters, topsporters, maar ook bijvoorbeeld sporters met een lichamelijke beperking. Leuk. En al een beetje spoiler misschien en dan gaan we hem rustig afpellen. Wat is nou echt een verrassend inzicht wat jij nu terugkijkend op je promotietraject hebt opgedaan? Dat is denk ik toch wel gerelateerd aan de ondertitel die Jurgen net eigenlijk al even noemde. Is dat eigenlijk iedereen anders is. En vanuit je intuïtie weet je dat natuurlijk ook eigenlijk wel. Maar in data zien we dat ook gewoon heel erg terug. Ja. Want is het probleem dan dat te veel onderzoek is gedaan weer op met name mannen binnen een bepaalde leeftijdsgroep. En een beetje gematcht natuurlijk qua gewicht en lengte, et cetera. Is dat inderdaad het grote makken op dit moment geweest? Het is zeker binnen de thermofysiologie wel een van de issues. Omdat vrouwen toch meestal een andere thermoregulatie hebben dan mannen. Maar vooral op basis van hun fysieke kenmerken. Mm-hmm. Dus dat is zeker een issue. En hetzelfde is natuurlijk eigenlijk met sporters met een beperking. Maar goed, nog steeds binnen een relatief homogene groep van bijvoorbeeld mannen van een bepaalde fitheid, zien we nog steeds best wel veel individuele verschillen. Ja. En om dat toch nog even verder uit te raven dan, op wat voor gebied verschillen die mensen dan? Waar zie je verschillen in? Ik heb natuurlijk onderzoek gedaan naar beide presteren in de hitte en ook strategieën die je kunt doen. In allebei zitten individuele verschillen in hoe je reageert. Maar misschien een aardig voorbeeld is wel, er werd net al de Thermo-Tokyo-studie genoemd, waarin de Nederlandse topatleten zijn getest in een warme en in een koele omgeving. Om eigenlijk te kijken van hoeveel prestatieverlies is er nou als je in de warmte een prestatie moet leveren. En daar vonden we eigenlijk dat prestatieverlies, dat varieerde echt van 5% tot 50%. Zo, dat is opvallend. Ja, dus, ja. Nog even een stap terug. Dat onderzoek, hè? Dat ga je naar een klimaatkamer in Papendal en laat je mensen fietsen, denk ik? Ja, dus in dat specifieke onderzoek is inderdaad, zijn er metingen gedaan in de klimaatkamer in Papendal. Daar hebben eigenlijk alle atleten een soort stappentest gedaan. Dus sommige luisteraars zullen dat waarschijnlijk wel herkennen, dat elke paar minuten gaat de intensiteit omhoog. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk doorgaan totdat je niet meer kan. Ja. Ongeveer deze testen duurden zo ongeveer een uur. Verschillen natuurlijk een beetje per persoon. En die waren dan natuurlijk wel afgestemd op de persoonlijke fitheid. Want de duursporters kunnen natuurlijk veel meer aan dan de krachtsporters bijvoorbeeld. En dat hebben ze dan zo'n test gedaan in een koele omgeving. En dan hebben ze eigenlijk precies dezelfde test gedaan in een warme omgeving. Maar ja, dan moesten ze waarschijnlijk eerder stoppen. Mm-hmm. En dat duidt dan het prestatieverlies aan. Ja. Mag ik één tussenvraag stellen, Puk? Want tussen de 5 en de 50% verschil in prestatieverlies, zeg jij. Jurgen vertelde dit stiekem net al even bij de eerste koffie vanochtend. En toen zei ik meteen, ja, maar waren die mensen dan bijvoorbeeld al meer of minder geacclimatiseerd? Hoe heb je dat kunnen uitsluiten, dat er al een soort binnenkomsteffect was? Ja, dus die acclimatisatiestatus is natuurlijk super belangrijk in hoe je op de warmte reageert. Ja. Over het algemeen hadden deze atleten niet specifiek recentelijk een hitteacclimatisatie gedaan of voor langere tijd in de warmte gebleven. Ja, precies. Dat heb je wel even gecheckt. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat bij die topatleten, ja, je kan het nooit helemaal controleren. Maar over het algemeen was het niet zo dat mensen echt binnenkwamen net vers van een hitteacclimatisatieprotocol. Leuk.
En wat, dus het was misschien in de winter, vond het plaats. Of in ieder geval een koelere periode. Hoe warm was het in die kamer? Waren dat Tokio-omstandigheden specifiek? Ja, dus dit was natuurlijk echt op weg naar Tokio. En ja, Tokio zou vooral warm en vochtig worden. Dus ja. Dan moet je een beetje denken aan 33 graden en 75% luchtvochtigheid ongeveer. Kon je de vinger toen al achterleggen, een beetje aan de hand van andere fysiologische metingen die je deed? En moet je zomaar vertellen wat je allemaal aan het meten was over wat nou de oorzaak of een mogelijke oorzaak was voor die verschillen? Dus die oorzaken eigenlijk voor die verschillen in prestatieverlies, daar weten we gewoon nog niet zo heel veel over. Waar je bijvoorbeeld naar kan kijken is hoe zo'n atleet er, wat de karakteristieken zijn van zo'n atleet. Dus dan kijk je naar fitheid. Dus hoe fitter je bent, over het algemeen kun je dan beter met warmte omgaan. De lichaamsbouw heeft ook daar invloed op, bijvoorbeeld. Even een stap terug, Puk. Fitheid, hoe meet je dat als wetenschapper? Is dat gewoon je VO2 max of wat is fitheid? Dat is een beetje lastig. Over het algemeen inderdaad wordt VO2 max daar natuurlijk echt aan gekoppeld. En ook in de wetenschap wel. Ja. Het enige dingetje is als je die fitheid... Dus eigenlijk waarom fitte mensen of mensen die veel trainen beter tegen de warmte kunnen, is omdat zij eigenlijk vaak worden blootgesteld aan een stijging in de lichaamstemperatuur. Ah. Als jij gewoon gaat sporten, zelfs al is het niet al te warm, dan produceer jij warmte doordat je je spieren aanspant. Ja. En dan gaat je lichaamstemperatuur omhoog. Dus eigenlijk om die reden, als je veel traint en op langere duur, dan kan je waarschijnlijk wat beter tegen de warmte, omdat je lichaam daar al iets aan is geadapteerd. Ja. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk niet helemaal één op één gerelateerd aan die VO2 max. Precies. Zou je wel als een afgeleide voor fitheid kunnen gebruiken, ja. Ja, dus in jouw studie, iemand was fit als die regelmatig actief sportte, in plaats van dit is per se jouw hoogste VO2 max of zo. Ja. Ja, in onze studie hebben we gekeken naar beide VO2 max. En we hebben ook een vragenlijst afgenomen hoe vaak mensen sporten. Maar dat maakt het natuurlijk altijd een beetje lastig of mensen dat ook goed rapporteren. Ja. Dus uiteindelijk wordt vaak ook die VO2 max gebruikt om te voorspellen. Maar de vraag is of dat echt een goede voorspellende waarde is. Ja, want je was bezig met het opsommen van oorzaken. Ja. Toen zei je dus fitheid, lichaamsbouw. Zijn er nog meer mogelijke oorzaken voor hoe mensen verschillend reageren op hitte? Dit zijn wel echt de belangrijkste dingen. Okay. Samen met wat je net zelf al zei, die hitte, of je hitte geacclimatiseerd bent in hoeverre. Ja. En verder, weten we eigenlijk nog niet super goed. We weten dat deze zaken die ik net noemde gerelateerd zijn aan jouw thermoregulatie, dus bijvoorbeeld hoe warm je wordt. Maar dat betekent niet precies hoeveel prestatieverlies je hebt. Kijk, bijvoorbeeld hoe jij mentaal met warmte om kan gaan, dat kan ook, weten we ook dat dat een heel groot invloed kan hebben op op dat prestatieverlies. Dus er zijn bijvoorbeeld ook studies geweest die hebben laten zien van, als je bijvoorbeeld koelt met menthol, dus in je mond zeg maar, dat geeft eigenlijk alleen een sensatie van koeling, maar het koelt niet echt. Maar alleen dat kan al de prestatie verbeteren. Dus die mentale component is toch ook wel heel belangrijk. Ja. Vind ik wel een heel grappig feitje al, schrijf ik even mental op als tip. Dus, ja. Maar menthol, is dat dan letterlijk een menthols in je mond? Of een heftige of tijgerbalsem op je tong? Hoe ziet dat eruit? Pepermunt, Ja, ik heb het zelf nog nooit uitgeprobeerd. Maar je hebt wel gels en dat soort dingen. Of een soort drankje waarmee je mond dan moet spoelen. Dat soort dingen moet je aan denken. Oké, boeiend. Maar zie jij... Zullen we dieper en dieper, hè? Ja. Ik zeg altijd graag aan het begin, zo even beginnen bij de basis. Ja. Want ik merk dat we die overslaan. Precies. Door deze geweldige anekdote, Puk. Super interessant. 5-50% verschil in prestatieverlies. Maar voordat we helemaal alle uithoeken verkennen, misschien even stilstaan bij de basis. Wat gebeurt er in je lichaam als je gaat sporten in de hitte? Weten we denk ik al redelijk, maar samen wat. En wat zijn dan de verwachtingen over hoe dat een effect heeft op presteren? Dus zoals ik net al zei, als je gaat sporten, dan produceert jouw lichaam warmte. Ja. Je hebt natuurlijk gewoon een bepaalde efficiëntie, dus ongeveer 25% van wat jij produceert in je lichaam wordt omgezet naar echt die beweging. Ja. Of maximaal 25%. En de rest
wordt eigenlijk omgezet in warmte in het lichaam. Mm-hmm. Dus dat moet het natuurlijk, dat moet weg. Dat moet het lichaam uit. Dat kan door twee manieren. Door de verdamping van zweet is een heel belangrijke manier om warmte te verliezen. Ja. En door eigenlijk het openen van de bloedvaten in de huid. Dus vasodilatatie heet dat. Op die manier kan je via de huid ook warmte verliezen. Beide mechanismen spelen zich af in de huid. Maar het een is dus dat het bloed langs een koele buitenkant stroomt. En het andere is echt het water wat opgenomen wordt in de lucht. Exact, ja. En die twee zijn niet per definitie aan elkaar gekoppeld. Hè? Dat een betere doorbloeding betekent ook beter zweten of meer verdamping? Of is daar wel nog een bepaalde... Ja, er zijn wel relaties tussen, omdat ja, natuurlijk dat de verdamping van zweet heeft ook weer invloed op de huidtemperatuur. En dat heeft ook weer invloed op... Dus ze hebben wel invloed op elkaar, maar dat is misschien net een beetje ingewikkeld. En nu begrijp ik eigenlijk pas, doordat je dit zo uit elkaar trekt zo goed. We hebben het eerder over sport in de hitte, hebben het over die wet bulb temperatuur gehad. Die dus een combinatie maakt van temperatuur en luchtvochtigheid. En als natuurlijk de lucht al heel erg vol is met vocht, dan gaat dus dat zweetverdampen proces, wordt soort van gecanceld, of niet? Ja, precies. Ja, dus zo kun je ze ook het beste inderdaad zien. Dat als het heel vochtig is, zoals bijvoorbeeld in Tokio, dan is de verdamping van zweet, in hoeverre je daar warmte mee kan verliezen, is gewoon gelimiteerd. Want op een gegeven moment kan er gewoon niet veel meer warmte worden verdampt. Dus dan kun je natuurlijk met die vasodilatatie, is dat weer een iets gunstiger mechanisme in een vochtige omgeving. Ja. Maar als we dan gaan kijken naar de temperatuur van de buitenlucht. Stel dat jouw huidtemperatuur 35 graden is. Dan kan je natuurlijk warmte verliezen als de buitenlucht minder warm is dan jouw huid. Anders is er geen verschil. Ja. Ja, maar als natuurlijk de buitentemperatuur warmer is dan de huid, dan gaat er natuurlijk juist warmte bijkomen vanuit de omgeving in het lichaam. Ja. Dus dat zijn inderdaad die twee... En voor het zweten is dat dan weer gunstig, toch? Want hoe warmer de lucht, hoe makkelijker vocht verdampt in lucht. Ook als het warmer is dan je huidtemperatuur, of niet? Temperatuur heeft wel invloed op de verdamping van zweet. Maar in een warme lucht houdt wel ook meer vocht vast. Dus dat is niet... Dat kun je niet precies zo zeggen. Oké. Okay. Okay. Twee systemen om te koelen. Ja. En met als doel om in ieder geval de kerntemperatuur niet te veel laten oplopen. Dat is denk ik waar het om gaat. Vraag ik me meteen af en dan leren wij ergens van nog van Hein Dane ooit. Want kerntemperatuurstijging van 1 graad, doe ik even met blote hoofd, betekent een afname in volgens mij efficiëntie van pak een beetje 1% was het of zo, of in ieder geval... Een algemene regel, ja. Ja, efficiëntie en dat dus de prestatie uiteindelijk. Jij bent gepromoveerd bij Hein Dane. Ja. Wat is de algemene regel van Hein, Puk? Jurgen zegt het geloof ik goed. Dus inderdaad, Heins regel is inderdaad volgens mij 1 graden toename is ongeveer 1% efficiëntieverlies. Maar dan moeten jullie me allebei even helpen. Over welke efficiëntie hebben we het dan? Gaat dan dat percentage kracht en warmtegeneratie verschuiven? Ja. Of wat bedoelen we? Ja. We hebben het gehad over loop-economie. Ja. En over efficiëntie, mechanische efficiëntie bij het fietsen. Ja. En dan op die manier, want dan kun je natuurlijk afhankelijk van het vermogen wat jij trapt, kun je daar dan wel iets zeggen van hoeveel 1% verandering voor vermogen. Maar dat hangt er maar ik van zit nou toe. Als ik dit goed begrijp, Puk, dan zeg je dus eigenlijk, het is al zo sowieso bij sporten, ik geef energie, daarvan 25% naar bewegen, 75% naar warmte. En de regel van Hein zegt dus eigenlijk, als het in de buitenomgeving dan ook nog warmer is, gaat er nog meer van die energie naar warmteproductie. Klopt dat? Precies. En minder naar beweging. Dat is eigenlijk een verergerend effect. Op die manier wel. Ja, maar het is maar 1%. Hè. Maar kijk je inderdaad naar 1%. Beweging, is het 1% minder eigenlijk. Het gaat ten koste dus van efficiënt bewegen. Maar dat is meteen mijn vraag van, is nou die verschillen die je ziet van 2 tot 50% prestatieverlies, kun je dat simpel koppelen aan
aan de kerntemperatuur. Dat degenen die heel veel prestatieverlies hebben, gewoon sneller stijgen in hun kerntemperatuur tijdens die test die je deed in de klimaatkamer. En de anderen het veel langer eigenlijk constant konden houden. Ja, helaas hebben we dat dus niet aan elkaar kunnen koppelen. Dus we hebben helaas, want dat was wel jouw plan. Nou, het zou natuurlijk heel fijn zijn als we voorspellingen kunnen doen van waarom sommige mensen meer prestatieverlies hebben dan anderen. Want dan kan je gewoon gericht dat prestatieverlies verminderen. Ja. Dus je zou graag willen dat je dat natuurlijk heel goed kan voorspellen. Dus daarom zeg ik helaas. Kijk, als wetenschapper ben je natuurlijk eigenlijk objectief, maar tuurlijk wil je... ja. Hoop je dat je natuurlijk iets vindt waar je dan ook daarna echt iets mee kan. Ja. Maar die relatie hebben we eigenlijk niet gevonden tussen die temperatuur en dat prestatieverlies. En ik moet ook wel zeggen, ik weet ook niet dus de standaardregel van Hein in hoeverre dat in elke situatie ook geldt. Het is natuurlijk een algemene stelregel en het is ook wel echt zo dat als jij warmer wordt, dat je ook minder efficiënt gaat bewegen. Maar het is best wel complex eigenlijk, dat als jij warmer wordt, hoeverre dat leidt tot prestatieverlies. Dus het heeft effect op bijvoorbeeld jouw cardiovasculaire systeem, dus het hart. Want zoals ik net al zei, met die vasodilatatie bijvoorbeeld, dat bloed naar de huid, dat is bloed dat niet naar de spieren kan gaan. Ja, dus er is eigenlijk een soort competitie daartussen. Dus dan moet je hart gewoon harder pompen, wat natuurlijk je prestatie weer vermindert. In het centrale zenuwstelsel gebeurt van alles, waardoor jij misschien minder ready bent om echt te presteren. De perceptie van die warmte. Dus ja, dat is best wel een heel ingewikkeld proces, dat prestatieverlies. En dat is niet zo makkelijk te duiden. En wij hebben dat dus ook niet kunnen relateren aan bijvoorbeeld die lichaamstemperatuur. Ja. En is het juist, of is dat ook te kort door de bocht, dat mensen die bijvoorbeeld hun kerntemperatuur... Ik heb volgens mij in het verleden een artikel over Alberto Salazar geschreven. Nou, die scheen dan amper iets te hoeven drinken tijdens een bloedhete marathon. En die kon prima dan met een kerntemperatuur van, nou, misschien wel richting de 40 graden nog heel hard lopen. Is het zoiets dat juist degene die ontzettend goed presteren met hun kerntemperatuur een stuk hoger kunnen laten lopen voordat er prestatieverlies optreedt? Of zag je dat ook in jouw onderzoek bij die Olympische atleten? Dat hebben we niet zozeer gezien. Ik denk wel dat het inderdaad wel... natuurlijk hoe minder jij last hebt van zo'n hoge kerntemperatuur... Ja, het komt je waarschijnlijk toch ten goede... omdat je gewoon minder daardoor wordt gelimiteerd als het echt warm is. En het is inderdaad ook echt zo dat... Ze zijn er bijvoorbeeld metingen gedaan... tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen in Doha, uit mijn hoofd was dat, een paar jaar geleden. En daar zagen ze ook dat inderdaad sommige van die topatleten, die hadden gewoon temperaturen tot 41,5 graden en eigenlijk daar helemaal geen last van. Nee. Dus het lijkt wel zo dat vooral in topsporters, dat zij echt ontzettend hoge temperaturen kunnen tolereren zonder dat ze daar last van krijgen. Maar dat zal zeker ook weer per persoon verschillen. Ja, ik hoor al een beetje aan de manier waarop je praat waar dit antwoord heen gaat. Maar ik vraag het toch, is dit te trainen dat je weet? Kun je zeg maar je lichaam trainen of wennen aan dat die beter presteert bij hogere kerntemperaturen? Er zijn wel aanwijzingen met... als je dus hitteacclimatisatie doet, dat jouw... de temperaturen die je tolereert, dus wat jouw lichaam kan tolereren, dat wel beter wordt. Mm-hmm. Dat zit hem echt in op celniveau, zeg maar, zijn er dan wel bepaalde aanpassingen. Toch zal jij niet snel een recreant aanraden die bijvoorbeeld de core sensor aanschaft en dan denkt, nou, ik ga trainen en ik kom richting de 41 graden. Dat is toch niet echt wat ik vanuit de tekstboeken leer van die kant moet je opgaan, omdat dat gewoon alarmerende hoge kerntemperatuur is waarvan alles mis kan gaan. Hoe zit dat dan eigenlijk? Ja, wat van, gaat er mis? Want de normale mens, als die kerntemperatuur boven de, nou misschien 39,5-40, dan zijn er allerlei processen die zelf schade kunnen berokkenen. Wat gebeurt daar precies eigenlijk? Ja, zeker. Ja, dus ik zeg er ook bewust bij inderdaad van dit is echt bij topsporters die echt een hogere tolerantie hebben. Maar inderdaad bijvoorbeeld in onze labstudies ook, waar we met recreatieve atleten
werken, daar hebben we vaak een waarde van 39,5 of 40 graden, waarbij we het experiment ook echt stoppen, omdat het inderdaad over het algemeen daarboven... Heb je het over kerntemperatuur, hè? Ja. Niet omgevingstemperatuur, kerntemperatuur. Ja, precies. Ja. Dus dat is zeker belangrijk om mee te nemen. Wat was je tweede vraag ook weer? Ja, wat er precies gebeurt als het kerntemperatuur te hoog wordt. Dus eigenlijk heeft het verschillende stadia. Bij warm weer en je kerntemperatuur wordt hoog, dan kan je verschillende klachten krijgen. Kan bijvoorbeeld over milde klachten zoals kramp kan het zijn. Je hebt ook nog wat iets verdere stadia waar je bijvoorbeeld duizelig wordt of je misselijk voelt. Dat is vaak omdat je hart dan gewoon zo hard moet werken dat hij eigenlijk niet meer... het bloed goed naar de huid en naar de spieren kan brengen. Dat is eigenlijk als het kerntemperatuur... Kun je dat ook omdraaien als zeg maar rode vlaggen? Dan toch evererend aan die aflevering vlak voor de zomer over wel of niet doorgaan of uitstappen bij een sportevenement in de hitte. Dat je zegt, hey, maar als je wat duizelingen voelt of je blik vernauwt of dat, wees dan ook zo dapper om uit te stappen. Welke rode vlaggen moeten we op letten als het misdreigt te gaan in de hitte? Absoluut. Ja, omdat dit zijn inderdaad de wat voorstadia, zeg maar, voordat het echt erg wordt. Maar inderdaad, duizeligheid, misselijkheid, kramp kunnen zeker duiden op oververhitting of dehydratatie. Ja. Dus dat is zeker belangrijk om in de gaten te houden, zodat je niet in het verdere stadium komt. Dus eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren is dat je een hitteberoerte krijgt. Je hebt misschien wel eens beelden gezien van atleten die zo aan het zwalken zijn, maar dat is een soort typisch verschijnsel daarvan. Ook gewoon het centraal zenuwstelsel staat eigenlijk helemaal op hol, dus je kan heel verward raken bijvoorbeeld. Er zijn eigenlijk, en met die temperaturen, dus dat boven de 40 graden wordt dat meestal gezegd, gebeurt er gewoon van alles in het lichaam. Bij de organen, het immuunsysteem, het centraal zenuwstelsel. Alles gaat kapot. Gebeurt er echt van alles. Ja. En dan is het ook, met die hoge temperatuur is het ook gewoon belangrijk om zo snel mogelijk echt die temperatuur naar beneden te brengen. Bijvoorbeeld met een koud waterbad. Met koelstrategieën. Dat is natuurlijk deel 2 van jouw onderzoek. Daar gaan we het zo dieper over hebben. Ik wil even dit eerste stuk proberen af te ronden. We hebben van jou geleerd. Er zijn dus tussen de 5 en de 50% verschillen in hoeveel prestatieverlies. Dus kortom, je ziet tussen de 5 en de 50% prestatieverlies. Je zegt, we hebben niet echt heel eenduidig de oorzaken kunnen vinden waarom dat nou is. Lijkt bij iedereen anders. Om dat nog even praktisch af te sluiten, zit ik nog wel even te zoeken. Hoe kan ik erachter komen waar op die schaal ik zelf zit? En toch nog even, kan ik er iets aan doen? Kan ik in feite een bepaalde training doen om te zorgen als ik nu 50 ben, dat ik misschien een 40 of een 35 word? Ja, er zijn zeker dingen aan te doen. Dus bijvoorbeeld, laat ik eerst zeggen hoe je erachter kan komen. Waar zit ik op die schaal? Er zijn een paar dingen die je kan doen. Als je bijvoorbeeld een hartslagmeter hebt, dan zou je bijvoorbeeld een training kunnen doen of trainingen in iets minder warme omgevingen. En diezelfde soort trainingen ook als het warm is. En dan kijken van, is die hartslag echt veel hoger? Zit je echt 20 BPM boven je normale hartslag? Dan kan je daaraan zien van, dat is toch wel waarschijnlijk het effect van die warmte. Ja. Als mensen zo'n core sensor hebben, dan zou je ook kunnen kijken naar het verschil tussen die verschillende omgevingstemperaturen, hoe die daar reageert. En mentaal kan je natuurlijk is dat ook belangrijk. Wat ik al zei, hoe zwaar voelt het? Eigenlijk is het gewoon, heb jij een vast rondje van 10 kilometer waar je PR af en toe even checkt? Of in ieder geval jou. Maar zo zou het inderdaad, je noemt het al atletiekbaan of zo. Als jij gewoon een vast rondje hebt, dat zou je natuurlijk goed voor jezelf kunnen bijhouden. Wat zijn de, of je horloge doet dat tegenwoordig al. Ja. De temperaturen en wat, hoe gaat je prestatie dan achteruit? En of je daar een beetje een koppeling ziet. Oké, en dan komen we erachter, het doet mij weinig, zei je al in de intro. Ik heb er niet zoveel last van. Misschien kom ik erachter, het doet mij veel. En je zei, er zijn ook wel wat dingen om je eraan te doen of je erin te verbeteren. Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? Dus sowieso trainen in de warmte
is gewoon heel belangrijk. Dus die acclimatisatie. En dan ook dus als het echt warm wordt in de zomer of er is een hittegolf, dat je ook ja, wel rustig begint. Niet meteen nou ja, te ver gaan, zodat je dat lichaam echt rustig aan iets die intensiteit steeds kan opbouwen. Dus daarmee ga je dan wel echt wennen aan die warmte. En dan zou je ook na zo'n periode van de warmte weer bijvoorbeeld dat vaste rondje kunnen doen. En dan zie je misschien dat jouw hartslag ook niet zo hoog meer is als daarvoor bijvoorbeeld. Ja. Dus dat trainen in die warmte en daaraan wennen is echt heel belangrijk. En ook jezelf daar de tijd voor gunnen. En daarnaast kan je natuurlijk, nou ja, moet je natuurlijk gewoon goed drinken om te zorgen dat je niet gedehydrateerd raakt. Ja, en je zou ook koelingsstrategieën kunnen toepassen. Ja. Dus laten we het bruggetje maar overlopen, Puk. Want dat is ook een groot onderdeel van jouw promotie. Koelingsstrategieën. Wat heb je onderzocht? Ja, koelingsstrategieën hebben wij specifiek onderzocht bij Paralympische atleten en atleten met een beperking eigenlijk. Dus dat is wel heel specifiek. En dat was ook wel heel lab gerelateerd. Dus misschien is het interessant, er kan natuurlijk wel wat voorbeelden noemen van koelingsstrategieën die nou ja, in de praktijk bijvoorbeeld te gebruiken zijn. Ja. En ik ben ook even benieuwd wat jij dan onderzoekt. Ik bedoel, je past zo'n strategie toe. Noem maar drinken, ijsbaan, weet ik veel. Kunnen we zo wellicht wat noemen. En dan kijk je wat het effect is op de kerntemperatuur of op de prestatie. Welke uitkomstmaat kijk je naar? Ja, dus over het algemeen inderdaad, als dat soort studies worden gedaan, kan je naar verschillende dingen kijken. Als je echt geïnteresseerd bent in het fysiologische effect, dan laat je mensen eigenlijk bijvoorbeeld twee keer op een bepaalde wattage inspannen. En dan geven ze één keer geen koeling, één keer wel koeling. En dan kijk je inderdaad naar de hartslag, naar de kerntemperatuur, naar de huidtemperatuur. We hebben vaak ook dat we vragen, specifieke schalen hebben om de perceptie uit te vragen. Dat zijn dan dingen waar je dan naar kijkt. Je kan er ook voor kiezen om echt heel specifiek naar prestatie te kijken. Dus je zou bijvoorbeeld mensen een tijdrit kunnen laten doen en dan kijken of de prestatie beter is met koeling dan zonder. En nou ja, het koelen, we zien heel veel verschillende vormen. Hè. Mensen met een koelvest aan, voor de race vaak. Hè. Dat pre-koelen. Of tijdens de race zie je sponsen inderdaad. Je ziet ijsblokjes in de nek of zelfs onder de pet volgens mij tegenwoordig. Ja. Maakt het allemaal iets uit? Of ja. Is er een beste, Pup? Ja. De beste strategie is eigenlijk om meerdere dingen te combineren. Ah. Dus bijvoorbeeld, als we het hebben over een ijsslushie of koud water, dat koelt natuurlijk echt van binnen. Mm-hmm. Dat zou je natuurlijk makkelijk kunnen combineren met een ijsvest. Dus zeg maar, vooral die gemixte strategie lijkt het best te werken. Maar je zit natuurlijk heel vaak met praktische aspecten die wel eigenlijk bepalen wat je dan kan gaan doen. Mag je tijdens de race koelen? Als dat niet mag, dan doe je het vooral van tevoren. Of als het niet op een handige manier kan. Dus bijvoorbeeld wielrenners als zij bergop gaan fietsen, gaan ze natuurlijk niet een koelvest aan doen, want dan moet je hartstikke veel gewicht meeslepen. Mm-hmm. Dus vooral die praktische elementen bepalen dan vaak uiteindelijk welke strategie je echt precies gebruikt. Maakt de plaats op het lichaam waar je de koeling toepast nog uit? Heb jij daar of onderzoek naar gedaan of literatuurkennis van? Ik heb zelf onderzoek gedaan bij mensen met een dwarslesie. Specifiek naar de locatie van koeling op het lichaam. Mm-hmm. Maar bij mensen met een dwarslesie hebben zij natuurlijk een heel andere fysiologie eigenlijk in het onderlichaam. Wat eigenlijk niet goed meer werkt. En waar eigenlijk de signalen vanuit de hersenen niet meer goed naar worden doorgegeven. Dan op het bovenlichaam. En die hebben natuurlijk ook hun benen zitten in principe gewoon stil tijdens het inspannen. Dus daar is echt een heel duidelijke verschil tussen. Als we dat dan vertalen eigenlijk naar valide sporters. Het is goed op zich om op de actieve spieren te koelen. Dat hebben we ook wel gezien, omdat daar gewoon veel warmte wordt geproduceerd. Dus die warmte kan dan natuurlijk meteen weggevangen worden door die koelingsstrategie. Maar ja, als je gaat hardlopen of fietsen, dan is het natuurlijk niet heel handig om op de benen te koelen. Nou, plus,
Sorry? Ja, nou, zeg ik. Want dat is namelijk, ik ben blij dat je dit zegt. Dit was wat ik voor Zeewolde, die befaamde halve triathlon in de hitte, als tip van Guido kreeg. Ik was tot die tijd altijd gewend om vaak, bijvoorbeeld bij een drankpost, water, eentje te drinken, eentje. Ik was altijd gericht op de hersenstam, zeg maar. Hè? Nek onderaan je hoofd. Op een van die dagen, je moet je hoofd koel houden. Letterlijk, is ook een gezegde natuurlijk. Kijk, ja. Maar hij zei toen, pak maar de sponsen en doe die expliciet op je bovenbenen en op je billen en eventueel nog op je armen. Want dat is waar de hitte gegenereerd wordt. En dat heb ik toen voor het eerst gedaan. Beviel mij zeer goed eigenlijk. Ja, als je het op die manier inderdaad met water doet, dan kan het natuurlijk wel op de benen. Het is natuurlijk niet, je kan niet een soort coolpacks. Nee, eens. Dat begrijp ik. Ja. Maar zeker, ja, op die manier. Kijk, bij verschillende locaties heb je net iets andere voordelen. Kijk, op zich, wat jij zegt, zo achter in je nek bijvoorbeeld, of op je hoofd, dat is op zich een goede locatie, vooral voor de perceptie. Dus ja, in je gezicht bijvoorbeeld zitten gewoon heel veel sensoren, waardoor jij voelt dat het cool is. Dus dan, ja, voor die perceptie gaat het dan echt werken. Maar voor echt jouw temperatuur naar beneden te brengen, is het natuurlijk een vrij klein oppervlakte. Terwijl, ja, op jouw benen en je armen heb je natuurlijk een vrij groot oppervlakte. Dus kan je daar ook misschien proberen om iets je temperatuur, of in ieder geval je huidtemperatuur mee te verlagen. Ja, ja. Voordat, ik durf het woord niet te herhalen, vasodilatatie. Vasodilatatie. Ja, zeker. In ieder geval. Ja. Maar dat proces help je daar dan natuurlijk meteen heel actief mee. Ja, ja. Ik, dit is het acuut koelen, hè? Maar je noemde het al, het klassieke acclimatiseren. We vertelden al dat de andere manier is om op lange termijn het lichaam laten wennen aan bewegen in de hitte. En dat, ik weet dat je daar ook in ieder geval één of twee hoofdstukken aan gewijd hebt. En juist ook om te kijken of daar nou mensen verschillend op reageren. Want in principe, ik denk de atleten die naar Tokio gingen, en eigenlijk ook wat ik op internet vind, dan is er een soort vaststaand protocol wat gehanteerd wordt. Zou je eens kunnen vertellen hoe dat, wat dat protocol dan is? En hoe uiteindelijk in jouw studie, hoe mensen daar zich op inderdaad, wat voor resultaat dat had qua acclimatisatie? Het protocol dat nu vaak wordt gebruikt, is eigenlijk om meerdere dagen dus in de klimaatkamer te trainen. In de omgeving die je eigenlijk verwacht voor uiteindelijk de competitie. En wat dan de laatste tijd vaak wordt gedaan, is dat je eigenlijk aan het begin zodanig gaat inspannen dat jouw lichaamstemperatuur, jouw kerntemperatuur oploopt tot 38,5 graden, of net iets daarboven. En dat je die dan eigenlijk, dat duurt ongeveer een half uurtje meestal, en dat je dan eigenlijk het uur daarna je lichaamstemperatuur boven die 38,5 graden probeert te houden. Dus dan zit je zo'n anderhalf uur, twee uur zeg maar in de klimaatkamer, ben je aan het trainen. In onze studie hebben wij dat dan gedaan voor 10 dagen. En dat is over het algemeen ook wat wordt geadviseerd. Bij atleten is dat natuurlijk altijd de vraag of dat dan precies in het programma past. Mm-hmm. Maar dat moet in ieder geval meerdere dagen achter elkaar. En hoe ver van tevoren, hoe lang duurt zo'n acclimatisatieproces? Of is dat weer heel persoonsafhankelijk? Je ziet vaak echt bij de topsporters dat heel erg samenhangt met hoe het dus in de trainingsvorm past. Er zijn natuurlijk heel veel dingen, behalve alleen hitte, waar de atleten rekening mee moeten houden. Dus dat wordt vooral gekeken, hoe past dat erin? Maar wij zeggen altijd wel, je moet wel echt meerdere dagen achter elkaar jezelf blootstellen aan die warmte. En het lastige is, daarbij ook deels onderzoek naar gedaan, staat niet in mijn proefschrift, maar daar hebben we ook onderzoek naar gedaan, is wanneer moet je dat nou doen? Want eigenlijk aan het eind van die, bijvoorbeeld 10 dagen, dan ben je helemaal geadapteerd. Maar het lastige is eigenlijk, dat gaan atleten natuurlijk nooit voor competitie doen. Want zij willen het liefst in de twee weken van tevoren rustig aandoen, trainingsvolume omlaag brengen. Hij gaat in de weg van de taper zitten. Dus taperen. Die twee processen moet je weer op elkaar afstemmen. Ja, precies. Maar als je nou een week van tevoren naar die warme locatiebestemming toe gaat, dan kun je daar taperen, toch? Precies. Ja, dus dat is sowieso goed om echt op tijd daar te zijn. Maar je kan dan natuurlijk niet dit protocol afwerken, omdat je dan wel echt veel trainingsvolume hebt eigenlijk. Wat vaak bij taperen juist niet gewild is. Maar er wordt ook wel eens beschreven van, je kan eventueel ook gewoon in de sauna gaan zitten. Of extra warme kleren aan of iets dergelijks. Maar misschien juist het
passieve opwarmen, werkt dat, en waarbij je kerntemperatuur in ieder geval ook omhoog gaat, werkt dat toch minder? Het is toch beter om echt in te spannen in die warmte? Het lijkt passieve hitteacclimatisatie kan ook tot adaptaties leiden. Toch lijkt er wel op dat, ja, als het gecombineerd is met inspanning, dat dan toch wel beter werkt. Maar wat bijvoorbeeld vaker ook is onderzocht en wat ook effectief blijft, is dat je dus die passieve acclimatisaties, bijvoorbeeld in een sauna of in een heet waterbad, dat je dat eigenlijk combineert met een gewone training. Dus je gaat eerst trainen, dat hoeft niet per se in de warmte te zijn, en na afloop ga je dan nog 30, 40 minuten zeg maar in de sauna zitten of in een heet waterbad. Ja, en essentieel is dan dat je kerntemperatuur omhoog gaat, in ieder geval boven de 38,5 wat je zegt. Ja, precies. En dat je echt flink gaat zweten. Ja. Ik was getriggerd, want je zei... Dat is nou, echt zo irritant, hè? Heb je het wel eens zweten dat je in een bad zit? In een bad, ja. Dat het bad eigenlijk iets te warm is, na het sporten helemaal, en dan dat nog, doorzweten. Precies, ja. Knetter onprettig. Getriggerd door je opmerking zijn, nou na 10 dagen, dan ben je volledig aangepast. En dan is dat zo. Is het dus mogelijk dat als iedereen dit protocol zou volgen, zou je dan inderdaad in staat zijn om eenzelfde prestatie onder warme omstandigheden te leveren als in koelere omstandigheden? Of zijn er gewoon, hebben mensen, lukt het de ene atleet wel en een andere atleet niet? Hoe zit dat? Ten eerste, zeg maar, het is niet per se zo dat je na 10 dagen compleet bent geadapteerd. Daar is ook nog niet heel eenduidig idee over, omdat de meeste studies maar 10 dagen acclimatisatie doen. Ja. Dus dat kan misschien nog wel verder gaan dan dat. En het is dus niet per se zo dat je daarna even goed kan presteren als in een koelere omgeving. Je beperkt eigenlijk het prestatieverlies, zo kun je het beste zien. Ja. Het kan dus zijn als jij er een bent die 50% prestatieverlies hebt, dat je het hebt beperkt tot 25. Ja. En als jij maar eentje was van 15, dat je misschien wel naar 0 gaat. Ja, maar dat brengt mij toch altijd... Ik zit hier samen te vatten. Klopt dat? Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat zijn dus die individuele verschillen. Maar ik denk niet dat je het antwoord gaat geven of wil geven. Of... Dan vraag ik me af dat er gewoon in die studie voor Thermo Tokyo, als mensen... Dan kan je best wel even denken van shit, ik kan heel slecht tegen de warmte, 50% warmteverlies. Prestatieverlies. Prestatieverlies. Laat dat hele Tokio maar zeggen. Ik ben niet geschikt voor Tokio temperaturen. En ik weet niet of er coaches of trainers in de buurt waren die dachten, we kunnen die atleet beter thuis laten. Want dit is er een, daar moeten we het niet van hebben in de hitte. Wordt zoiets meegenomen in de selectie? In de selectie hoe kijk jij daarnaar? Kan je wel op filosoferen. Zou dat moeten? Vanuit jouw kennis of zeg je, fysiologisch gezien moet het toch mogelijk zijn dat uiteindelijk elke sporter met de juiste acclimatisatie in staat moet zijn om in ieder geval zo goed mogelijk te presteren onder warme omstandigheden zoals die in Tokio waren? Ten eerste ligt het er natuurlijk wel aan wat voor sporter het is. Kijk, in de ene sport heeft het gewoon die warmte gewoon veel meer impact dan in de andere. Bij ons hebben nu bijvoorbeeld ook de wat meer krachtige sporters ook dit fietsprotocol gedaan. Terwijl zij natuurlijk normaal niet die inspanning hoeven te leveren. En dan zou ik ook zeggen, sowieso met de explosievere sporten kan warmte zelfs positief uitpakken en hoeft het niet per se slecht te zijn. Mm-hmm. Dus eigenlijk is hoe langer de sport wordt, dus de inspanning, dus de meer duursporten, daar heeft die warmte echt een groot effect op. Dus in die hoek, zou ik zeker zeggen dat effect kan hebben. Maar inderdaad, als jij goed reageert op een hitteacclimatisatieprotocol, met koeling van alles kan doen, dan zou ik niet per se iemand meteen afschrijven natuurlijk. Nee. Ik zal nog even, want... Ik heb ook nog een nog even. Maar deze is wel, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Jij hebt namelijk een hele groep mensen laten acclimatiseren en gekeken naar hun fysiologische aanpassing. En daar zie je ook een hele grote variatie in. Hè? De ene, simpel gezegd. Wat zag je precies in de variatie tussen verschillende personen in hun acclimatisatie? Dus tijdens een acclimatisatie
ja, past het lichaam zich dus aan. En dat kun je meten uit verschillende dingen. Dus je hartslag is bijvoorbeeld, kan bijvoorbeeld lager zijn bij eenzelfde inspanning na dat protocol. Je zweet meer, zodat je dan meer warmte kwijt kan. Als je de prestatie meet, dan is over het algemeen de prestatie beter. De kerntemperatuur in rust zakt ook iets. En tijdens inspanning is die kerntemperatuur dan ook lager. Dus dat zijn eigenlijk de dingen waar we dan naar kijken. En we hebben dan gekeken inderdaad van per parameter, zeg maar, of we verschillen konden vinden van, oh, heeft de ene een grotere zweetadaptatie dan de ander? Ja. Of heeft de ene een grotere hartslagadaptatie dan de ander? En we vonden daarin eigenlijk dat de atleten, of ja, de sporters, dit was met recreatieve sporters, die wat zwaarder waren, dat zij een grotere zweetadaptatie hadden na de hitteacclimatisatie. En dat de atleten die wat lichter waren, wat kleiner, dat zij vooral een hartslagadaptatie hadden. Maar dat had verder geen invloed op hoe die kerntemperatuur uiteindelijk tijdens inspanning hoger of lager was of de prestatie. Ja, dan zien we in feite gewoon weer die twee koelingssystemen aan het werk, toch? Ja, maar ja, via maar de huid of via zweet. Ja, dus uiteindelijk het lichaam kiest wel een oplossing, maar doet dat wel afhankelijk een beetje dus van lichaamsbouw. Betekent dat zwaardere atleten meer zweet verliezen dus? Meer moeten drinken? En meer moeten drinken? Het is sowieso al zo dat eigenlijk dat lichaamsgewicht, dat bepaalt al een beetje wat de favoriete manier is van jouw lichaam om warmte kwijt te raken. Dus als je wat zwaarder bent, dan heb je natuurlijk wat meer volume en dan is zweten gewoon een betere oplossing. Terwijl als je wat kleiner bent, je hebt relatief meer huidoppervlak, dan is die vasodilatatie lijkt een wat betere oplossing. En het lijkt er inderdaad op alsof je met hitteacclimatisatie die systemen dan ook nog verder ontwikkeld. En inderdaad, als jij dan echt zo'n grotere zweetrespons hebt en die wordt ook alleen maar meer als je aan de warmte gewend raakt, dan moet je zeker zorgen dat je genoeg drinkt om dat te compenseren. Ja. Mag ik mijn laatste haakje? En dan gaan we zo langzaam afronden. Ik moet een beetje lachen, want ik heb al 3 keer tegen Jurgen dit aangehouden. Iedere keer zegt hij, nee, daar gaat Puk niet over. Maar ik hoor jou nu toch dingen zeggen die ik toch wil vragen. Want je beschrijft net allemaal positieve effecten van die hitteacclimatisatie over lage hartslag, lage kerntemperatuur. Zou je dan ook kunnen zeggen, hey, ik heb een race of een wedstrijd gewoon hier in Nederland, niet op hele hoge temperaturen, maar ik ga wel mijn hitteprotocol volgen. Heb ik daar dan ook voordelen van? Er zijn wel wat onderzoeken naar gedaan. Er is ook wel flink wat discussie binnen de wetenschap of dat inderdaad... Dat zei Jurgen al. Dat is niet eenduidig. Vertel. Dus het is inderdaad niet heel eenduidig. Ik geloof wel dat er recentelijk wat betere studies zijn uitgekomen. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat eruit komt. Bijvoorbeeld tijdens hitteacclimatisatie groeit ook je plasmavolume bijvoorbeeld. En je zou kunnen denken, ja, dat is ook gewoon effectief voor inspanning in een minder warm klimaat. Het is een heel logisch idee dat dat misschien wel zou werken. Maar in ieder geval dat ik weet van de laatste jaren is dat dat nog niet helemaal eenduidig is in hoeverre dat nou echt effect heeft. Moeten we nog gaan aantonen. Ik hoopte namelijk, maar dat is allemaal zelf afgeleid en zelf beredeneerd hier op de bank. Hè, als ik zo links en rechts een beetje cherrypick op benefits die ik hoor. Ik heb natuurlijk vorig jaar in het najaar, was de eerste keer dat ik echt een serieuze najaarsmarathon liep, heb ik hele goede prestatie neergezet. En van de zomer, toen ik aan het trainen in de hitte was, dacht ik, goh, zou het dan toch komen omdat ik niet uit de winter, maar uit de zomer kom. En dus met een lijf wat gewend is aan hitte, naar zo'n prestatie toe trainen. Maar goed, dat is dan mijn eigen redenatie. Kunnen jullie niet wetenschappelijk bevestigen. Ja. Nee, even in het kort. Zoals dat in ieder geval in de wetenschap nog nu is aangetoond. Dan praat je over 5 weken lang. Ja. In ieder geval 5 dagen in de week minimaal 1 uur in een sauna gaan zitten. Dus dan zeg je al, 1, je bent niet 5 weken op vakantie geweest. Nee. En 2, je hebt niet 5 dagen. Je moet echt lang dat eigenlijk volgen. En wat je dan uiteindelijk krijgt, is wat Puk zegt. Je begint al met een uitbreiding van je plasmavolume. Ja. Maar het lichaam gaat dan ook zeggen, hey, dan moeten we ook meer rode bloedcellen aanmaken. Ja.
En rode bloedcellen, dan heb je ook gunstige effecten op je zuurstof, ja, aanbod, dat willen we toch? Ja, maar dan praat je echt over nog een wat trager, ja, ja, respons. Je wil zeggen, dat is niet een zomervakantietje. Aanpassen aan de... Ja, ik weet niet hoe lang jij bent weg geweest, Gerrit. Drie weken. Het was niet overal boven de 30 graden. Dus, en jij bent natuurlijk een high responder, hè? Dat wel, ja. Nou, het zit in ieder geval tussen mijn oren. Neem ik hem toch maar mee even op weg naar 29 oktober, de marathon van Brabant. Puk. Als we nu terugkijken naar de afgelopen 3 kwartier 50 minuten, heb jij het idee dat wij de belangrijkste inzichten en do's en don'ts uit jouw onderzoek naar boven hebben weten te halen? Of is er nog een blinde vlek? Ik denk niet dat er, ik denk niet een blinde vlek. Ja, we hebben het gehad natuurlijk over hoe kan je zelf nou bepalen of jij wel of niet tegen de warmte kan. Ik denk dat dat een belangrijke is. En ook wat kan je eraan doen in de zomers? Laat jezelf rustig wennen aan die temperaturen, zodat je lichaam zich kan aanpassen. En daar wil ik wel een aanvullende tip bijleggen, ook rondom die warme junimaand deze zomer. Het algemene advies vanuit de gezondheidsbevorderende nieuwsmedia is dan: ga in de ochtend sporten, want dan is het nog cool. Ja, tenzij je natuurlijk aan het trainen bent naar een race die om 1 uur 's middags start, ga dan maar een keer midden op de dag trainen, maar dan met jouw waarschuwing, Puk. Begin rustig aan. Ga niet meteen volle bak. Ja, exact. Ja, je moet het echt opbouwen en dat goed gecontroleerd proberen te doen. Het liefst ook inderdaad met wat metingen, hartslag bijvoorbeeld, erbij. Ja. Dat je echt wel voor mensen die goed hun eigen lichaam kennen. Wil ik nog even aanvullen, want ik zit nog even na te denken. En daar hebben we het niet over. En heeft Puk denk ik ook niet aan een onderzoek gedaan. Dat bestaat ook zoiets als reacclimatiseren. En dat betekent eigenlijk dat de eerste keer moet je misschien 10 dagen... Om eigenlijk goed je aan te passen, het lichaam. Maar het blijkt eigenlijk, als je dan dat een maand later weer doet, dat je na 3 dagen of 5 dagen al klaar bent, zeg maar. Dus dat er een soort herinnering wel in je lijf zit. Dus misschien was dat bij jou ook nog gaande. Dus elke keer als het even een week warm wordt hier, ja betekent dat toch weer even... Trainen in de hitte. Ja, even weer wakker schudden. En je lichaam weet dan, dan moet ik zus en zo doen. Mijn zweetproductie aanpassen of mijn hartslag of meer drinken. Ja. En dan gaan we. Dus, Puk, wat doe jij eigenlijk zelf aan sport? Op het moment doe ik van alles eigenlijk. Zaalvoetbal, mountainbiken, bergbeklimmen. Het is maar net wat voor vlaag ik heb. Leuk. Nou, dan zit je in een mooie omgeving. Als jij gaat mountainbiken, zet je dat dan ook op Strava? Nee, ik ben niet zo'n Strava-fan. Shit. Jammer. Ja. We hebben namelijk iets heel leuks. We hebben namelijk met iedereen die vriend van de show van onze podcast wordt, die laten we doen naar de Slimmer Presteren podcast Strava Club. Maar mensen die te gast zijn in onze show, die nodigen we ook uit voor die club. Maar ja, als je nooit wat op Strava zit, dan is dat verder ook helemaal niet leuk. Wat we wel voor je hebben, Puk, is hier naast mij op de bank staat zo'n mooi Active Dry Slimmer Presteren sportshirt. Die sturen we sowieso naar je op. Want die kan je aan met mountainbiken, fitness, zaalvoetballen, warming-up shirt, weet ik wat ik wil. Die krijg je. Omdat we heel erg blij zijn en dankbaar voor jouw tijd vandaag. Nou, dankjewel. Ja. Ben ik toch benieuwd, als je gaat mountainbiken, dan nog even, doe je dan die core sensor om of niet? Nou, ik heb hem zelf niet. Ja. Maar ja, in de toekomst ga ik dat zeker proberen. Denk ik. Ja. Wat voor rol krijg je bij dat bedrijf? Ik ga daar aan de slag als fysioloog natuurlijk en ook als studiecoördinator. Dus er worden natuurlijk ook allerlei studies uitgevoerd, dus die zou ik gaan coördineren. Ja. Leuk. Ik hoor vaak uit onze luisteraars dat ze heel graag proefpersoon willen zijn. Hè? Dus als jij nog proefpersonen zoekt voor een mooie studie, dan weet ons vooral even te vinden. Dan zetten we hem uit in ons netwerk. Ja, klinkt goed. Ja, klinkt goed, hè? Zal ik dan eens even uitleggen voor mensen die willen reageren of die vragen hebben voor Puk of opmerkingen of aanvullingen of twijfels, hoe je dat kan doen? Wij zijn namelijk te vinden op social media. Op Instagram zijn wij de @slimmerpodcast. We zijn ook te vinden op LinkedIn Slimmer Presteren Podcast en ook nog op voormalig Twitter X. Dan maken we iedere vrijdagochtend van iedere nieuwe aflevering een post. Die kan je dan delen of hartjes geven of op reageren met je vragen. En ga ons vooral ook even volgen op die kanalen, want dan weet je zeker wanneer er een nieuwe aflevering uit is. Ga dan gelijk ook naar onze website, stond al even in beeld, slimmerpodcast.nl. Daar staat van iedere aflevering een pagina. Die kan je de link van pakken, kopiëren. Jij dus ook hebt Puk, kan je hem rond WhatsAppen naar al je collega's bij bewegingswetenschappen en binnen het Amsterdam Institute of Sports Science. Die vinden het vast leuk om jouw verhaal en jouw promotiebevindingen te horen.
En voor iedereen zegt, nou, ik ben allemaal niet zo van social media en weet ik veel dingen. Je kan ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl met je vragen, met je aanvullingen, met vragen of opmerkingen voor Puk. Dan zetten wij die vrolijk door naar Zwitserland. En dan hopen we zo dat we met z'n allen slimmer gaan presteren, zeker ook in de hitte. Puk, dankjewel. Dankjewel, Puk. En succes in Zwitserland. Ja, Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Gaan we volgende week doen? Volgende week gaan wij doen. Ja. Ik heb een heel mooi verhaal. Ik heb namelijk getraind. Ja. Eigenlijk heel relaxed. En ik ben supersterk geworden, zoals je ziet. Spannend. Ja. Kan niet wachten. Voor iedereen die dit weekend naar Ameland gaat of zondag Prins Hendrikade. Tot ziens bij de Dam te Damloop. Ik sta met een microfoon bij de start. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi, hoi. Goed dat je nog luistert, want aan het eind van iedere aflevering delen we nog even een luistertip en een hele concrete tip om slimmer te presteren in jouw sporten. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, welke aflevering wil je onze luisteraars deze week op wijzen? Aflevering 69 over wel of niet en hoeveel drinken tijdens een race. Ja. Altijd een grote vraag. Ja, omdat nog steeds altijd een groep sporters is die eigenlijk te veel drinkt dan te weinig tijdens een wedstrijd. Ja, ik heb toen naar aanleiding van die aflevering het wel voor elkaar gekregen om een keer te weinig te drinken. Ja. Maar wat is het concrete advies? Nou ja, het komt eigenlijk, die sportfabrikanten die hebben een kwalijke rol gespeeld door eigenlijk te verkondigen van dat het dorstgevoel niet goed werkt als jij aan het hardlopen of fietsen bent en vooral gedurende lange tijd. Dus die hebben gezegd, nee, je moet altijd drinken. En uiteindelijk, ja, dan kan het gewoon gebeuren dat je watervergiftiging krijgt of hyponatriëmie. Te weinig natrium in je lichaam. Nou, dan ben je een stuk verder van huis. Dat is gevaarlijker dan uitgedroogd raken eigenlijk. Ja. Goede cue die ik altijd weet. Als je moet plassen tijdens een wedstrijd, dan heb je in ieder geval te veel gedronken. Kortom, luister snel maar eens door naar aflevering 69. Ga ik even naar de wc.